NEC werd ondanks goed spel donderdagavond uitgeschakeld voor de volgende ronde van de Toto KNVB-beker. NEC heeft wel vertrouwen kunnen tanken. Ja, nou, het eerste was om natuurlijk door te komen in de beker. En dat geeft uiteindelijk het meeste vertrouwen. Aan de andere kant wil je wat terugzien op het veld. En dat is het grootste deel van de wedstrijd gelukt. Alleen je verliest wel met 3-2. Hoe verklaar je dat dan? Want je staat vrij lang voor. Tot de 60ste minuut volgens mij. Of 55ste minuut sta je voor. Dan laat je het in de laatste half uur een beetje liggen. Baal je daarvan? Ja, kijk naar de oorzaak. De 2-2 valt vanuit een omschakelmoment waarin je bepaalde afspraken niet helemaal nakomt. Dan kan je één speler noemen, twee spelers noemen. Het gaat om een team wat dan op dat moment moet herkennen dat je met 2-1 voor staat. Dat je bepaalde risico's uit moet sluiten en dat in het enthousiasme daar dingen gebeuren om 3-1 te maken, dat is prima. Alleen dan moet je wel als team zorgen dat je daarna ook weer de organisatie hebt. Nou ja, daar valt de 2-2 uit en dat is een moment in de wedstrijd. Want dat is zoeken, alleen bij zijn doelpunt wordt dat afgestraft. En eigenlijk is dat bij de 2-3 ook zo. Atjebar werd geslachtofferd of misschien gespaard voor zondag. Daardoor speelde je met 3 middenvelders. Dat leek goed uit te pakken. En ook toen jij wisselde, bleef je dat zo staan met 3 middenvelders. Vond je dat prettig? Ja, of dat ik het prettig vind, dat is niet zo belangrijk. Het gaat erom dat de spelers zich daar prettig bij voelen. En dat we daar beter van gaan presteren. We hebben die keuze gemaakt om met middenvelders op het middenveld te gaan spelen. En daardoor heeft Kevin Jansen de kans gekregen bijvoorbeeld. Mede omdat natuurlijk Mart ook ziek was. En zullen aanvallers in de voorste linie komen te spelen. En jij zegt slachtofferen. We hebben voor deze wedstrijd een bepaalde keuze gemaakt om met Sven te starten en Ennis dan te brengen. En dat is dan wel de consequentie. De basisspelers van gisteren zijn er nu niet bij, althans. Die zitten misschien binnen te trainen. Hoe is het met hun fitheid nu? Nou, dat is binnen. Je kijkt altijd, je zit in het herstel natuurlijk. En is het goed om buiten te doen, is het goed om binnen te doen? Nou, vandaag gekozen om dat binnen te doen met een stukje kracht en dat soort dingen nog erbij. Dus prima programma. Jongens die niet gespeeld hebben of niet de hele wedstrijd gespeeld hebben, die hebben vandaag dus buiten getraind. Dan naar Jong AZ. Eén speler die opvalt, Ferdy Druijf. Daar moet je als verdediging wel klaar voor zijn met 11 goals in 10 wedstrijden volgens mij. Weet je al met welke verdediging jij dat wil gaan bestrijden? Ja, dat weet ik wel, denk ik. Maar dan weten jullie het nog niet. Wij gaan eerst ook nog zo kijken of dat de pijntjes zitten vanuit de wedstrijd van gisteren. Volgens mij valt dat mee. En wij zullen in ieder geval de keuze maken dat we zondag weer in ieder geval 11 spelers hebben waar we mee beginnen die voor de volle 100% aan de bak kunnen. Dat is het belangrijkste van allemaal. Want Ole Romney treedt er mee, die was niet fit genoeg om te spelen gisteren. Dijkstra was ook ziek, hoe is het met die twee? Dat geldt eigenlijk voor alle spelers die in ieder geval vandaag getraind hebben. Die zijn fit genoeg om te spelen in de wedstrijd van zondag. En Mart is ziek, dus die zal daar niet bij zijn. Dat kan ik wel zeggen. Zondagmiddag om 2:30 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC Jong AZ.